Nog even een korte terugblik. Hoe kijkt u terug op het afgelopen politieke jaar? Er zijn twee dingen. De raad en het college. De raad vind ik bij tijden wijle best wel turbulent in de vergaderingen. Hoe duidt u dat? Zoeken naar een evenwicht tussen het bedrijven van politiek en het besturen van de stad. En ik denk dat ook voor raadsleden een lastige afweging is bij tijden wijle. En ik denk dat, als ik terugkijk op politiek leven van het afgelopen jaar. We zijn als college heel ambitieus. We werken op een goede manier met elkaar samen. We zijn in staat om dingen te realiseren. En dat hebben we ook nodig, want we moeten met elkaar moeten we Almelo verder brengen. En de trots van Almelo vergroten en het zelfvertrouwen van Almelo vergroten. En daar werken we met elkaar knetterhard aan. Nou, ik moet kijken dat ik naar de vraag stelt u. Ik kijk terug naar een bewogen... intensief, maar toch wel met een redelijk goed resultaat na dit afgelopen politieke jaar. Dat heeft te maken natuurlijk met de besluiten die natuurlijk voorhanden zijn. De besluiten die we hebben genomen. Uit de moeilijke financiële positie waar natuurlijk deze gemeente langzaam uitkrabbelt. En dat is natuurlijk aan de raad die uiteindelijk besluiten heeft genomen om dat doel natuurlijk te kunnen bereiken. En ik denk dat we daar wel met heel positief op moeten kijken. Maar de onrust in de raad zelf, de wel eens te verhitte discussies, dat zet wel eens de inhoudelijke discussie buitenspel en emoties spelen aan de boventoon. Hoe duidt u die onrust? Ja, dat is een onrust die natuurlijk iedereen op zijn eigen manier creëert. En met zijn eigen inhoudelijke kijk op de zaak die op dat moment voor ligt. En ik denk dat we daar een beetje meer af moeten. We staan hier als politieke partij en ook natuurlijk voor Almelo, met een doelstelling voor Almelo. Het gaat niet over jezelf, maar het gaat voor dat je inzet voor de gemeente Almelo. Om daar natuurlijk de stad natuurlijk zo mooi mogelijk te maken. Ja, het was een bijzonder jaar. Het was een jaar waar ik toch mijn plek als raadslid en fractievoorzitter moest zien te vinden. En ik zou zeggen, in die zin ben ik daar nu mijn plekje en mijn rust in gevonden. En het was nuttig. Wat vond ik lastig? Vooral de balans tussen zakelijk, privé en het raadswerk. Daar komt natuurlijk wekelijks honderden pagina's die je moet doornemen. Je hebt de vergaderingen en de overige werkzaamheden die bij een raadslid hoort. En je hebt ook je eigen kantoor. En uiteraard nog het privéleven. En om daar een gedegen balans in te vinden dat alle drie aspecten de juiste aandacht krijgt. Was even zoekend, zeg maar. En ik denk dat ik daar nu een goede balans in heb gevonden. En dat is mooi.